Hallo, dit is Kai Derks van de Running Monkey. Ik sta in het Natbos met een Scarpa Spin Ultra in mijn hand. Helemaal getest en daar komt nu de review van. Scarpa is een Italiaans schoenenmerk wat vooral bekend is van de berg- en klimschoenen. Tegenwoordig maken ze ook nog trailrun schoenen. Met zoveel ervaring kun je eigenlijk alleen maar verwachten dat ze een degelijke trailrun schoen maken. Dat is ze zeker gelukt. Toen ik de doos opendeed zag ik een knalgele schoen. Maar voor de rest deed hij niet zo heel veel aan opvallend zijn. Het is een heel standaard uiterlijk. Het is een schoen met wat mesh, een stevige teenkap, wat overlays die het allemaal een beetje bij elkaar houden. Een niet bijzonder stevige hielkap. Vakje in de tong om je veters in te proppen. Fibra Mega Grip, daar werd ik wel in één keer heel blij van. Met best een grof allround profiel erin. De hieldrop is 24 tot 18 mm, dus 6 mm hieldrop. Ja, redelijk wat demping. Voor de rest kwamen ze op me over als een, ja, gewoon een robuuste trailrun schoen. Ik heb ze natuurlijk een keer aangetrokken. Ja, je moet toch iets. En ze passen lekker wijd. Vooral in de tenen. Ik heb nog altijd wel het gevoel gehad dat het een beetje klomperig aanvoelt. Maar aangezien ik hem toch moest testen, heb ik dat gedaan. En ik heb er nergens last van gehad. Want het zit gewoon lekker. Namelijk een, voor de grootte en de hoeveelheid demping dat hij heeft. Een hele lichte schoen. Waar je hier in Nederland lekker in de bossen mee kunt rennen. Voor 10, 20, 30 kilometer. Maar ook hele lange bergdagen of ultratrails mee kunt lopen. Op technisch terrein, in de Alpen of andere bergen natuurlijk. Nou, door die brede pasvorm en die hoge mate van demping is hij iets minder nauwkeurig op de hele technische paden. De zool is wat mij betreft redelijk slijtvast. Deze heeft al 100 kilometer goed door de bergen gelopen, met moeilijk terrein. Het upper is ook heel erg slijtvast. Hij heeft een hele bergdag van 9 uur door sneeuwvelden doorstaan. Het enige wat hij heeft is hier een klein beetje slijtage. Ik glij wel een beetje in de schoen, meestal na een uur of 1, 2. Toch nog eens een keer de veters opnieuw aantrekken, zodat hij wat beter op mijn wreef aansloot. Aan de andere kant is het dus ook wel fijn dat je gewoon echt veel teenruimte hebt. Dus als je lang bezig bent, je voeten zet uit, dan hoef je nergens zorgen over te maken. Nou, de conclusie is dat de Scarpa Spin Ultra in mijn ogen een hele robuuste, super degelijke allrounder is. Hij is licht genoeg om goed mee te rennen en hij is degelijk en comfortabel genoeg om heel lang op de zware trails in de bergen door te brengen. Hij mist wat karakter, vind ik. Het is gewoon echt een doorsnee trailrun schoen. Maar dat vergeet je gewoon als je gewoon een fijne schoen aan je voet hebt. Pasvorm is comfortabel. Voelt af en toe wat klomperig aan. Profiel heeft zich goed gehouden op rotsen, sneeuw, natte bergweides en gewoon nette paadjes. En hier in de bossen. Het fijne is, de Scarpa Spin Ultra is geschikt voor hardlopers of trailrunners van alle niveaus. Ja, je kunt er toch echt nog wel mee rennen. Dit kan een hele fijne schoen zijn, gewoon als je begint met trailrunnen. Maar ook eentje dat als je je eindelijk hebt ingelood voor de UTMB, dat je die ook gewoon lekker aan kunt trekken. Goed die hele lange afstanden kunt afleggen. Daarmee wil ik het een 7 geven voor het iets wat klomperige gevoel. Maar hij is wel echt heel betrouwbaar en geschikt voor iedereen. Nou, Scarpa Spin Ultra, prima schoen. Ik geef hem een 7. Dat was hem. Nou, vond je dit een leuke review? Had je er wat aan? Vond je het interessant? Like dan eventjes de video. Wil je meer zien, dan abonneer je op het kanaal. En voor de rest hebben we hier de Scarpa Spin Ultra. Heb je er vragen over, dan kan dat in de comments. En tot de volgende keer. Doei!